Voorzitter, in gevolge uw convocatie is de Nationale Assemblée vandaag bijeen voor een debat onder de noemer Algemene Politieke Beschouwingen met daarin een bespreking van de regeringsverklaring. Kruispunt, samen naar betere tijden. Een regeringsverklaring die op 1 oktober 2010 door de regering van de Republiek, door de president van de Republiek Suriname is uitgesproken. Natuurlijk moet ook ik stilstaan bij de vragen die zich aan de leden van uw college en aan de gemeenschap opdringen bij de aankondiging van deze bespreking. Een debat over de regeringsverklaring die op een datum kort na het uitspreken ervan op 1 oktober 2010 zou plaatsvinden, zou zeer op zijn plaats zijn geweest. De inhoud van het document, die regeringsverklaring, is thans echter achterhaald door de belangrijke wijzigingen die zich hebben voltrokken in de politieke en economische condities, internationaal en nationaal, wat het laatste betreft als gevolg van voornamelijk de maatregelen die door de regering Bouters getroffen zijn sinds haar aantreden in augustus 2010. De Nationale Assemblée en de gemeenschap hebben in feite recht op een bijgesteld document DD 28 april 2011. Maar waarom toch de behandeling vandaag van het 7 maanden oude document? Onze ervaring met het huidige regime rechtvaardigen de veronderstelling dat rekening moet worden gehouden met een weloverwogen strategie om via dit debat en met name de goedkeuring van de regeringsverklaring door de meerderheid van de Nationale Assemblée legitimatie te zoeken voor door de regering reeds genomen en nog te nemen maatregelen over onderwerpen die in feite separaat voor uitdrukkelijke beoordeling van de Nationale Assemblée in aanmerking komen. Tot de behandeling van kaft tot kaft van de onderhavige regeringsverklaring zal door mij niet worden overgegaan. Gegeven het keurslijf waarin de behandeling door de Nationale Assemblée is gegoten, waardoor slechts 2 leden van de oppositionele Nieuw Front fractie in een zeer beperkte tijd het woord mogen voeren, terwijl aan de overige 12 oppositieleden van de fractie het stilzwijgen is opgelegd. Overigens, de in de gebruikelijke stijl neergepende volzinnen in de regeringsverklaring vinden een spontane ontkrachting bij de confrontatie met het vernietigend beleid dat in de achter ons liggende periode door de regering is neergezet. Mogelijk is het gewenst u een voorbeeld te presenteren. Zo geeft de regeringsverklaring al spoedig na een korte aanloop als volgt een samenvatting van die aanloop in de volgende woorden. In samenvattende zin kan gesteld worden dat het ontwikkelingsbeleid gestalte zal krijgen in een 5-tal aspecten van beraadslaging en besluitvorming aangaande de politieke vrijheden, de economische faciliteiten, de sociale voorzieningen, de openbaarheid en openheid van bestuur en integratie in de gemeenschap alsmede de veiligheid van het bestaan. Welnu, de politieke vrijheden zijn de huidige machthebbers in ruime mate komen aantreffen. Hun behandeling, de behandeling van de kant van die machthebbers, van de hoogste volksvertegenwoordiging en van de vrije pers, wekt groeiende bezorgdheid over de richting waarin de besluitvorming over de politieke vrijheden zich beweegt.
de aan enkele geselecteerde sectoren toegekende economische faciliteiten, evenals de verhoogde sociale voorzieningen, eroderen door de snel stijgende inflatie in een sneller tempo dan ze worden geïmplementeerd. De openbaarheid en openheid van bestuur worden om zeep gebracht door toepassing van een formule van goeddeels ceremoniële ministers met naast of boven zich informele bewindvoerders die achter de schermen de dienst uitmaken. En een president die ook nu weer in beslotenheid zijn plannen beraamt. Was gehoopt dat de huidige machthebbers dankbaar de kans zouden aangrijpen om de pijn van de diepe wonden van de 80er jaren te verzachten. Wat tot nu toe vertoond is, komt neer op het met alle mogelijke middelen duidelijk maken dat men terug is van weg geweest en dat men onveranderd dezelfde is gebleven. Van het opheffen van de inmiddels historisch geworden tweedeling in de gemeenschap is geenszins sprake. Integendeel, zelfs expertise wordt op basis van politieke achtergrond van de expert terugverwezen. Het dient ons volk niet om aan deze hindernis voor de eenheid van de Surinaamse natie voorbij te gaan en in plaats van die hindernis op te lossen, de aandacht af te leiden naar etnische verdeeldheid als hoofdbron van de problemen voor de eenheid in onze jonge natie. Niet dat ik hier de kolonisator probeer vrij te pleiten van een rol op het punt van de etnische verdeeldheid hier in Suriname. Maar de huidige machthebbers, met name de huidige president en zijn directe omgeving, hebben tegenover ons volk nog steeds de belangrijke verplichting om uit te leggen hoe het mogelijk is geweest dat Surinaamse avonturiers zich door Nederlandse exponenten van het koloniaal revanchisme hebben laten aanzetten en sturen in een proces gericht tegen het volk van Suriname en zijn soevereiniteit. Die periode in onze recente geschiedenis herbergt de problemen van een donker verleden, waarin ons volk geestelijke remmingen heeft opgelopen die moeten worden opgeheven. Over de ernstige problemen met betrekking tot de veiligheid in ons land hoef ik niet uit te wijden. De regering is ontwaakt uit de staat van ontkenning waarin zij was ondergedoken. Nu wordt door een ieder uitgekeken naar het beleid van de regering om het niveau van veiligheid terug te brengen in ons land. Voorzitter, terug naar de soevereiniteit van onze natie. Moet ik hier stilstaan bij de kwestie van ons grondgebied. En een van de voorgaande sprekers heeft zich bezig gehouden met de traditionele onderwerpen met betrekking tot ons grondgebied. De bezetting van de zuidwestelijke driehoek en de geschiedenis van de United Nations Convention on the Law of the Sea voor een uitspraak over de maritieme grens tussen Suriname en Guyana. Waar ik het vanavond over wil hebben, voorzitter, is dat ik uitkijk naar een mededeling van de kant van de regering over de uitbreiding van het grondgebied van Suriname op grond van een beslissing van de United Nations Convention of the Law of the Sea
organen in de Verenigde Naties, een uitbreiding op het continentaal plat met een gebied ter omvang van de helft van het grondgebied van Suriname. Voor wie het niet duidelijk is, in noordelijke richting wordt ons land uitgebreid onder de zeespiegel op het continentaal plateau met een gebied dat ongeveer overeenkomt met de helft van wat wij kennen als het grondgebied van Suriname. Dit is een succes voor Suriname uiteraard. En nogmaals, ik heb uitgekeken naar de mededeling van de kant van de regering die is uitgebleven. Ik stel de vraag, want misschien is de informatie die mij bereikt heeft onjuist. Een succes voor Suriname. Een succes in het bijzonder van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder de vorige regering. Van het Limapo-instituut en uiteraard van de leider van dat instituut, Hans Limapo, en van Staatsoliemaatschappij NV, drie entiteiten die in nauwe samenwerking gewerkt hebben aan het instellen van de condities zodat die beslissing genomen kon worden. Voorzitter, degenen die deze uitbreiding en dit succes van de Republiek Suriname wensen te verbinden aan hun kortzichtige en emotionele beoordeling van een voormalig beslissing van het arbitragehof onder figuur van de United Nations Convention of the Law of the Sea, vraag ik om zich deze keer rationeel in te stellen en met de talenten die de schepper geschonken heeft, zich bezig te houden met de realiteit die wordt gepresenteerd. Voorzitter, de uitbreiding van ons gebied, zoals wij dat noemen, in voorwaartse richting, de maritieme grens in voorwaartse richting, want steeds maken wij ons natuurlijk bezorgd over de maritieme grens in het westen, en we zwijgen maar over de maritieme grens in het oosten, omdat we daar de grote, sterke en sinds de laatste maanden, die waar ook zeer gewilde broeder Frankrijk hebben. Ja, voorzitter, het gaat in deze dus om de maritieme grens, de uitbreiding in noordelijke richting. En voor, dat betekent dat voor de bewaking van de mogelijkheden die daar voor Suriname liggen, er nog meer spoed geboden is om het Nationaal Leger en naast het Nationaal Leger ook een op te richten kustwacht te voorzien van de nodige faciliteiten, de nodige middelen, om ervoor te zorgen dat de bewaking van dat gebied op adequate wijze plaats kan vinden. En dan gaat het om de bewaking van de economische belangen van Suriname in dat gebied, maar ook om de bewaking van de belangen van Suriname wanneer het erom gaat om grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden, omdat het bekend is dat smokkel zowel van normaal economische goederen als van verboden drugs, als van wapens, ook via de maritieme gebieden plaatsvindt, nietwaar, naar en van ons land, naar en van de Republiek Suriname. Sprekend over het leger, voorzitter, moet ik continueren met het belang dat wij vanaf de oprichting van de Republiek Suriname gehecht hebben aan dit instituut. Omdat wij ervan uit zijn gegaan dat een leger voor Suriname nodig is voor het beschermen van onze grenzen, het beschermen van onze soevereiniteit tegen aanvallen van buiten. We zijn ervan uitgegaan dat het leger nodig is
voor het leveren van een bijdrage onder gezag van de civiele autoriteiten en de civiele instituten voor het handhaven van de orde en rust in het land, het leveren van een bijdrage voor de vorming van jonge mannen en vrouwen en het leveren van een bijdrage om de ontwikkeling van onze natie, de ontwikkeling van de Republiek Suriname, te dienen. Wel nu, voorzitter, het mag dan zo zijn dat wij periodes hebben meegemaakt waarin wij niet verwachte ervaringen met ons leger hebben gehad. Die niet verwachte ervaringen, die willen wij niet veronachtzamen. Die niet verwachte ervaringen nemen wij volledig mee in onze beoordeling van het leger vandaag en onze beoordeling van de taken die wij gaarne het leger wensen toe te wijzen in de huidige tijd van de Republiek Suriname. Maar in elk geval zien wij nog steeds de taak voor het leger om onze soevereiniteit te beschermen tegen aanvallen van buiten. Het is niet zo dat wij bekend zijn met informatie dat er landen, dat er vreemde legers gereed staan om ons land binnen te vallen. Maar wat vandaag niet is, kan morgen komen. Het is, voorzitter, wel zo dat, zoals we hebben meegemaakt, dat een klein aantal personen in staat geweest is om de rechtsorde hier in ons land volledig overhoop te halen, dat wij er rekening mee moeten houden dat hetzelfde gevaar wat dreigt voor bepaalde kleine Caribische eilanden, zelfstandige staten, dat een kleine groep criminelen uit welk land dan ook, ik zal geen voorbeeld noemen, daar neerstrijkt en het land eenvoudig overneemt. Wij rekenen op ons leger om ons te beschermen en onze soevereiniteit als natie in stand te houden en te beschermen. We rekenen ook op ons leger, voorzitter, om ervoor te helpen zorgen dat vormingsmogelijkheden beschikbaar zijn voor de jonge Surinamers. En wat mij persoonlijk betreft, voorzitter, gaat het niet alleen om ontspoorde Surinamers. In Kruispunt is er een citaat opgenomen. Ik heb niet nagekeken in de bron of dat helemaal precies klopt. Ja, maar we zullen ervan uitgaan dat het goed zit. Waarin wordt aangegeven dat de mogelijkheid en de bereidheid, ik zal het met mijn eigen woorden zeggen, van een burger om te dienen in het leger van zijn land, dat aangeeft wat zijn mogelijkheid en bereidheid is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van zijn land. Het is natuurlijk zo dat betrokkenen die stelling geponeerd heeft, ons maar een deel van de werkelijkheid voorhoudt, ons maar een deel voorhoudt van datgene waarvoor legers worden ingezet. En dan heb ik het niet alleen over onze nationale situatie, zeker wel, dat mag ook, maar ook internationaal gezien, wanneer er wordt nagegaan waarvoor legers worden gebruikt. In de internationale politiek, in de economische politiek, voorzitter. Maar wij zien wel een mogelijkheid dat ons leger een bijdrage levert om jonge mannen en jonge vrouwen van onze natie de gelegenheid te bieden om zich te trainen in inspanning voor een goede zaak. Zich te trainen in discipline. Om op die manier gezamenlijk een bijdrage te leveren
zich te trainen ook in het overwinnen van de strijd wanneer men individuele resultaten tot stand moet brengen. Het is echter wel zo dat wij die ervaringen waarover ik het had in onze jonge geschiedenis, met die niet verwachte ervaringen met ons leger, wel degelijk mee calculeren in wat wij voor ogen hebben. En daarom, voorzitter, gaan wij niet voor wederactivering van de militaire dienstplicht. Daarom, voorzitter, gaan wij niet ervoor om de ontspoorde jeugd die moet worden opgenomen en opgevangen en goed gericht weer, om die op te nemen in een gewapende organisatie, waarbij wij nog moeten afwachten of de training die ze daar krijgen om te gaan met wapens, of die te zijner tijd ten goede zal worden ingezet, of te zijner tijd zal worden ingezet als bijdrage, ondersteuning voor voortzetting van activiteiten in het vlak van de ontspoorde. Wij zijn voorstander, voorzitter, dat wij in onze overheid een systematische civiele dienstplicht, sommige sociaal wetenschappers spreken liever over civiele dienstbaarheidsorganisatie opzetten. En als men wil beginnen met de drop-outs, laat men beginnen met de drop-outs. Persoonlijk ga ik ervan uit dat er schema's ontwikkeld zullen mogen worden en moeten worden, waarbij elke jonge burger de gelegenheid krijgt om die vorming binnen zo'n civiele en gedisciplineerde organisatie te krijgen. De vorming binnen een organisatie waarbij je leert zien en voelen wat de realiteit is van het leven in ons land. En niet alleen de eventuele realiteit, ik las ergens zaak van gouden lepel waarmee je geboren bent, maar waar je wel degelijk leert dat wij met z'n allen een bijdrage te leveren hebben voor alle lagen van deze bevolking. In alle delen van het land inderdaad, om de ontwikkeling van het land en van het volk te bevorderen en tot stand te brengen. Geen militaire dienstplicht, omdat wij in feite nog steeds te doen hebben met een entourage gekoppeld in het leger, gekoppeld aan de ervaringen die ik voor de goede sfeer van de bespreking vanmiddag heb aangeduid met niet verwachte ervaringen van het leger. We hebben alle, nee, laat mij het anders zeggen, we hebben geen reden om ten aanzien van de leiding van het ministerie van Defensie negatieve verhalen rond te strooien, negatieve verwachtingen te hebben. En daarom, voorzitter, dan stap ik over van die afwijzing van de militaire dienstplicht naar een volgend aspect van ons leger. Het is niet eens nodig gebleken om tot dienstplicht over te gaan, om ervoor te zorgen dat er een goede bezetting is van ons leger, omdat via het systeem van de sollicitatiemogelijkheid openen voor vrijwilligers, het blijkt dat er meer dan voldoende gegadigden zich aanmelden om dienst te nemen in het Nationaal Leger, het leger van Suriname. En daarom is daar de vraag, voorzitter, de concrete vraag, waarom is, zoals in de regeringsverklaring is aangegeven, de behoefte gevoeld om tot reactivering van de militaire dienstplicht over te gaan? Waarom houden wij het niet op de mogelijkheid om vrijwilligers op te roepen? En sommige mensen zullen verwijtend zeggen, waarom heb je die hele wet niet,
ingetrokken, zodat die niet eenvoudig gereactiveerd kan worden, want dat is de situatie. De wet is niet ingetrokken. De beleidsafspraak is, wij houden de intake van dienstplichtigen op nul. Voorzitter, omdat er altijd rekening moet worden gehouden met de geschetste mogelijkheid van een noodsituatie, van een aanval van buiten, waarbij je vlot en snel en legaal dienstplichtigen wel zou moeten kunnen oproepen. Maar thans vinden wij vrijwilligers genoeg, van waar de drang om de dienstplicht te reactiveren. Van waar ook de gedachte om een lichting van 300 vrijwilligers op te roepen en een lichting van 300 dienstplichtigen op te roepen. Dat zijn 600 mensen. Dat vertelt iets over ons beeld, over de omvang van het leger, maar dat vertelt tegelijk iets over de mogelijkheden die we denken te hebben en die wij niet per se zien in de stukken, dat wij zo ruim in de financiën zitten, de mogelijkheid die we denken te hebben om zo'n groot aantal jonge militairen op te nemen en te voorzien van het nodige. Daarbij moet worden aangetekend, en dat is geen nieuw geluid voor deze regering alleen. Dat is een geluid die naar opeenvolgende regeringen, opeenvolgende ministers van Defensie, ja, opeenvolgende ministeries van Defensie geuit is. Wij praten over de intake van militairen, maar de georganiseerde uitstroom van militairen, daar vernemen wij niet veel van. De georganiseerde uitstroom, zowel wat betreft het verminderen van het aantal ouderen in het leger. Ik wou zeggen het verminderen van het aantal oudgedienden, maar dat is natuurlijk niet juist. We moeten juist het aantal oudgedienden vermeerderen, want ze moeten uitstromen. Ja. Maar het gaat dan niet alleen maar om de mensen eruit te laten gaan. Het gaat erom Nationaal Leger, Ministerie van Defensie, regering van Suriname, dat de mensen, wanneer ze het leger uitgaan, dat ze niet onthand staan in de Surinaamse gemeenschap. Dat ze goed voorbereid zijn om als civiele persoon hun boterham te verdienen, hun bezigheid te hebben, hun plaats weer in te nemen in het gezin, in de gemeenschap en in de organisaties. Voorzitter, ik stap nu over naar het onderwerp energie. En ik wil gaarne, voorzitter. Even één ogenblik. Ja, met Paul. Met Paul even door. Ik zou hier eerst even via de geachte spreker, nu hij overstapt naar een ander onderwerp. Eigenlijk de regering inderdaad via hem tenminste een beroep willen doen op de regering. Het geachte lid Venetiaan heeft... Even, lid Paul. We hebben een paar afspraken en ik heb de andere leden gevraagd zich daaraan te houden. Dus als u een onduidelijkheid heeft, als u het lid iets wil vragen, maar niet via het lid vragen naar de regering, want we hebben afgesproken dat we dat niet doen. Voorzitter, het is heel frappant en vreemd. Wanneer ik naar de spreker luister, en dan wil ik de spreker vragen als hij doelt op de staatsgreep of de ingreep van 25 februari, wanneer hij zegt, hij zichzelf of hij de vraag stelt aan de regering, van hoe is het zo gekomen dat een aantal, en hij noemt avonturiers, zich hebben laten verleiden
tot actie tegen een grondwettelijk gekozen regering. En u heeft gezegd dat het niet de bedoeling is, maar als u mij in de gelegenheid stelt om aan het einde van zijn betoog, ik denk dat het voor u wil weten wat hij daarmee bedoelde. Wat hij daarmee bedoelde. Goed, dan hebben we het, ja. Van 25, ja. Als hij bedoelt de actie van 25 februari, ja. 1980. Goed, dat vind ik, ja. Voorzitter, ik kan natuurlijk in zeer diplomatieke termen een antwoord formuleren voor het lid Paal. Maar ik denk dat ik, ook gegeven de tijd, het eenvoudig moet houden. En met één duidelijk woord zeggen. En ik zal nog drie erachteraan toevoegen. Ja, dat bedoel ik. Goed. Voorzitter. Ja. Energie. En ik begin te zeggen, voorzitter, dat ik mij niet op pad begeef om met de regering of de minister of een politieke partij die wij geregeld des maandags gehoord hebben en horen op een bekend radiostation. Ja. Om daar in de contramine mee te gaan of debat te krijgen. Want voorzitter, terwijl wij in ons land meningsverschillen menen te moeten uitvechten en verschillen van inzichten, is het zo dat onze tegenspelers, de multinationals waarmee we te doen hebben, die worstelingetjes en worstelingen gaarne tot zich laten komen en hun weg zoeken om daar hun voordeel mee te doen. Uiteraard is het zo dat ik niet kan verbieden dat men natuurlijk toch de judomat of wat wij op de tv meer zien tegenwoordig, iedere dag, de worstelmat, dat men die opgaat. Maar het is van belang, voorzitter, dat wij van de regering niet alleen vernemen, zoals onlangs via de media tot ons is gekomen, en hoe wij ook in kruispunt geïndiceerd krijgen. Opvattingen over ons energiebeleid op de lange termijn en middellange termijn. En ik blijf naar mijn klok kijken, dus ik zal niet gaan herhalen wat daar allemaal gezegd is. Ik wil wel aangeven dat het van belang is om ook voor de lange termijn in de gaten te houden dat zelfstandigheid wat betreft de productie van energie voor ons volk, voor elk volk, voor ons volk van het grootste belang is. We hebben een hele reeks crisis gehad, voedselcrisis, ja, financiële crisis, maar ook energiecrisis. En we zijn daar allemaal redelijk goed doorgekomen, ja, onder andere gegeven de structuur die wij hebben wat onze energievoorziening betreft. Dus het is van het grootste belang dat we met inachtneming van heel wat zaken die naar ons toe komen. En dan denk ik aan grondrechtenprobleem. Ik denk aan traditionele rechtenprobleem en aan recht van traditionele leefwijze. Dat wij blijven voortbouwen aan mogelijkheden om onze eigen, bij voorkeur schone energie te produceren met de mogelijkheden die onze natie heeft, die ons volk heeft, die onze bodem heeft. Maar laat mij, voorzitter, aan de regering vragen om wel aandacht te hebben en ons te informeren over
het energiebeleid op korte termijn. Omdat de informatie is dat die regeringswisseling toch wel ernstige consequenties met zich kan hebben meegebracht voor wat ons in de komende maanden op energiegebied te wachten staat. En het is van belang om te vernemen of dat zo is of niet zo is. En ja, ik vraag u niet om een boetekleed hier aan te trekken of een boetekleed te brengen voor mensen in de oppositie om aan te trekken. Ja, ik vraag, hoe is het met onze zeer nabije toekomst wat energie betreft? Want ik heb begrepen dat de overeenkomsten die waren voorbereid om tot productie van nieuwe generatoren over te gaan, overeenkomsten waarvoor financiering ook en financieringsschema's waren afgesproken, dat die terzijde geschoven zijn en dat voorshands nog geen nieuwe overeenkomsten in de plaats zijn gekomen. En de deskundigen kijken naar de maanden, de laatste maanden van 2011 reeds, en vragen zich af, wat zullen de consequenties zijn? Er is al gezegd dat wat betreft bepaalde ideeën die we toch een paar decennia reeds horen over Tapajai. Voorzitter, en ik heb persoonlijk meegemaakt dat er daar in het binnenland petities op zeer demonstratieve wijze aan de president werden aangeboden tegen het project. Maar het is van het grootste belang dat bij onderzoek van de mogelijkheden van dat project, waarvan ik moet zeggen dat is geen bedenksel van mij, van mijn partij of van mijn regering, van toen, dat men inderdaad rekening houdt met de belangen van de mensen die gebruik maken van deze waterwegen en waterbronnen. Wat de mijnbouw betreft, voorzitter, is er heel veel te doen geweest in ons land over de overeenkomst met IAMGOLD, met Roosevelt en mogelijk door de gestegen goudprijs horen we daar niet zoveel meer van. En ik zal niet moeilijk doen om te zeggen van hoe komt het dat er een stilzwijgen is. Laat mij mij richten op wat voor ons is, want ik denk dat in elk geval wij dankbaar gebruik maken van de inkomsten die van de Roosevelt Gold Mines naar de staat toe vloeien om de staatshuishouding te helpen financieren. Maar laten wij kijken naar Newmont, voorzitter. En gaarne breng ik in herinnering voor wie dat al gehoord heeft, dat ik in de tijd heb aangegeven dat er 3 knelpunten waren waarom de regering niet in januari 2010, februari, maart 2010 een overeenkomst getekend heeft. En 1 knelpunt was dat de verkiezingen nabij waren. En dat voor zo'n grote overeenkomst, waarvoor de vorige regering in elk geval richting de Nationale Assemblée meende te moeten gaan, dat voor zo'n grote overeenkomst het passend was om af te wachten dat de nieuwe setting, zowel in de Assemblée, maar ook de nieuwe regering, of die nou nieuw front zou zijn of niet, de beslissingen daarover kon nemen. Een tweede punt betrof de problematiek die er is
met wat wij noemen de lokale bevolking. We weten dat het niet alleen om de lokale bevolking gaat, maar een heleboel mensen die van elders komen en daar small gold mining gaan bedrijven. Maar onder de noemer van de rechten van de lokale bevolking zijn en waren er onderwerpen om op te lossen. En een derde punt wat genoemd werd, was de relatie, om niet te zeggen de opstelling, van de multinational Alcoa welke situatie inmiddels zo geworden was dat waar het passend is dat een land waar een multinational werkt inkomsten heeft van de kant van die maatschappij, dat het intussen zo in Suriname geworden was dat het land, dat de staat, geld moest overdragen aan die maatschappij. En dat het van belang geacht werd dat in het kader van de totstandkoming van die overeenkomst Newmont, met betrekking tot goudwinning in Oost-Suriname, dat Alcoa, Suralco, dus wel aan tafel ook die andere aspecten met ons zou willen bespreken. Ik mag, voorzitter, de aandacht van de regering vragen voor een detailpunt in de overeenkomst. En dat is een punt waar ondergetekende een worsteling heeft gehad met onze eigen deskundigen. Namelijk dat wij geen overeenkomst willen sluiten met een maatschappij, eigenlijk niet eens met een Surinaamse maatschappij, dat doen we niet. Dat doen we niet met SLM, dat doen we niet met Bakovenbedrijf, ja, dat doen we niet met Staatsolie. Een overeenkomst waarin staat dat de aandeelhouders, en dat is inclusief de staat Suriname, als Suriname gaat participeren in die goudexploitatie, dat de aandeelhouders gehouden zijn om exploitatietekorten te helpen dekken. Voorzitter, dat is niet wat ik mij voorstel, wat de relatie moet zijn tussen de staat en enig NV. Misschien tussen de staat en een ziekenhuis, maar tussen de staat en een bedrijf dat gericht is op winst en verlies en de regels van de bedrijfseconomie en de regels in de gemeenschap voor bedrijven en banken waar je kunt lenen, ja, ga ik ervan uit dat onze staat daar niet in moet stappen, maar dat is zeer persoonlijk. U weet, mijn discipline is geen econoom, geen bedrijfseconoom, geen algemeen econoom, maar ik ga ervan uit dat met de gewone, gezonde hersenen wij toch moeten zien hoe wij die zaken anders inrichten. Voorzitter, ten aanzien van wat er in Kruispunt staat, dat wij, en ik moet mijn tijd natuurlijk in de gaten houden en niet alles opmaken. Ja, dus van tijd tot tijd, ja, kan iemand een beetje nakijken voor me hoe ver ik sta. Ja, u heeft 37 minuten gesproken. Dank u wel, voorzitter. Ja. Ten aanzien van, laat mij in het verlengde van de mijnbouw het volgende zeggen. Dat wanneer wij kijken naar sectoren die wij aangeven als te zijn de sectoren waarop
onze economie moet draaien. De sectoren die onze economie moeten voeden, voorzitter. Dan horen wij natuurlijk mensen vaak zeggen van de mijnbouw, dat is een niet herstelbare rijkdom als je die exploiteert. En je moet dus gaan naar renewable resources, naar productiesectoren die ongoing kunnen worden ingezet. En dat is natuurlijk zeer toe te juichen onder een aantal voorwaarden. Ten eerste de voorwaarden natuurlijk of die sectoren winstgevend zijn. Ja, want we gaan niet in de economie om een economische sector te maken tot een sociale sector. De economische sector moet de sociale sector dienen en de sociale sector ondersteunen en niet zelf een sociale sector worden. En we komen hier op een zeer gevoelig gebied. Ja, want als ik een naam van een gebied zou noemen, dan zouden we niet alleen hele delen van uw college in beroering krijgen, maar ook hele delen van het volk. En daarom is het zaak dat op zeer systematische, inderdaad wetenschappelijke wijze en rationele wijze er gestudeerd wordt eraan welke activiteiten zijn activiteiten die inderdaad passen bij de Republiek Suriname. Wat betreft onze natuurlijke condities, onze bodem, ons water, onze lucht. Maar ook wat betreft natuurlijk onze menselijke condities. En wat je in bepaalde streken en landen door mensen aan arbeid kunt laten verzetten. Ja, dat is niet zo dat de Surinamer, de gemiddelde Surinamer, daarvoor te vinden is. Zelfs binnen Suriname heb je bepaalde vraagtekens. Als we praten over palmoliebedrijf, patamakabedrijf, niet waar, dan praten we over arbeidsplaatsen voor. En dan denkt men vaak, niet waar, dat mannen daar aan de slag zullen gaan in dat agrarisch bedrijf. Hè, is dat bij, hoe je dat in Brokkeponde zo gebleken? Ja, ik denk dat het antwoord nee moet zijn. En de mannen, de Maron mannen, die hadden niet per se de belangstelling om in die sector te gaan. Ja, we nemen het natuurlijk gedetailleerd wat betreft bevolkingsgroepen, maar laten we het ook algemeen nemen wat betreft het Surinaamse volk. Dus behalve de condities van de natuur, hoe is het met de condities, de voorwaarden die de mensen stellen? En dan natuurlijk is er de kwestie van, kun je het product waar het om gaat afzetten? Voorzitter, ik hou het op deze korte schets en ik hoop dat wanneer de regering praat over een instituut voor technologie en wetenschap, voor wetenschap en technologie, en het heeft over kleine landen die bloeiende landen zijn geworden. En het is niet gezegd een instituut, er staat een raad voor wetenschap en technologie. Ja, dat men de opdracht aan die raad ook duidelijk zal formuleren. Dat het erom gaat dat de producten van die raad, dat die wel een bijdrage leveren aan ons. Om de weg te vinden in de toekomst van onze economische activiteit ook. Van onze sociale activiteit zeker wel. En dan zou ik willen uitweiden over onderwijs.
over de onderwijsvernieuwingen. Maar wij zullen de tijd wat dat betreft in de gaten houden. We willen alleen inderdaad benadrukken wat een assembleelid uit de coalitie, ja, niet MEGA, niet AC, Alliantie, net heeft gezegd van wanneer men wil vernieuwen in het onderwijs, dat men goed moet nagaan wat niet goed is. Ja, van zorg ervoor dat wat goed is, dat je dat behoudt en dat wat niet goed is, dat je dat aanpast. Ja, een zijspoor is ook gezegd wat het kiesstelsel betreft. Niet waar, wat goed is, dat je dat behoudt. Het districtenstelsel is een goed stelsel. Ja, en de evenredige vertegenwoordiging binnen de districten is een goed stelsel. Niet iedereen zal het daarmee eens zijn met me, ook in de Nieuw Front-fractie. Omdat sommige mensen willen een algemene, ja, evenredige vertegenwoordiging. En dat men goed vaststelt, wat is de pijn die men heeft met het kiesstelsel. Ja, en laat men die pijn adresseren. Laat men voor die pijn een oplossing zitten. Is de verdeling van het aantal zetels over de districten een pijn? Laat men dat bekijken. Maar dat is een zijspoor. Ook in onderwijs wil men praten over vernieuwing, over verbetering. Laat men voorzichtig zijn dat wat wij hebben, dat wij dat niet vernietigen. Niet waar, op weg naar een verwachting, een droom van wat we kunnen bereiken. Zo is dat ook gegaan. Lid Vinnetjan, u was geïnteresseerd in de tijd. Ik geef u aan dat u nog ongeveer 10 minuten hebt. 8 minuten. Ja, dus de laatste zinnen. Ja, hoe? Want de begrotingsbehandeling komt nog en we hopen meer tijd te hebben daar. Met name de financieel economische verrichtingen van deze regering. Die waren grondig onder de loep te nemen, voorzitter. Omdat wat wij gezien hebben, is dat de regering gekomen is en zich niet grondig heeft beraden over de vraag van wat zijn de goede dingen die we hebben. Maar men onmiddellijk is begonnen met een race om vernieuwingen, maatregelen op zijn konto te schrijven. En we hebben moeten constateren dat die vernieuwingen, die maatregelen, dat die vernietigend zijn geweest. Vernietigend voor de beurzen van de kleine man, de beurzen van de middenmoot, de beurzen van de ondernemers. De sectoren hebben te lijden gehad, omdat wij tot een devaluatie van onze munt zijn overgegaan, zonder goed vast te stellen en ons goed te realiseren. De effecten van devaluatie voor onze gemeenschap. En het is moeilijk om met de economen erover te praten, want ze hebben lessen geleerd dit en lessen geleerd dat. Maar de effecten voor die gemeenschap zijn vernietigend. En er moet altijd goed worden nagegaan of er voor de doelen die men nastreeft, zoals de unificatie van de wisselkoers of de devaluatie, het enige medicijn is, het enige middelen is. We hebben de brandstofprijs, ja, substantieel verhoogd. Ook een zaak die doorwerkt naar de gehele gemeenschap, voorzitter. En nu zitten wij met groeiende inflatie, terwijl in het document staat dat de centrale bank zich zal richten op een inflatiecijfer van 2,5% per jaar. Is het al zo dat wij reeds naar de meer dan 10 dubbele cijfers, moeten we zeggen, meer dan 10 jaar inflatiecijfers zijn gegaan. Sommige mensen zeggen 12, sommige mensen hebben het al over een jaar inflatiecijfer van maart van 24. Wat dat mag zijn, kan de regering ons precies informeren. Maar de droom dat wij een verbetering hebben gehad, die wordt door de werkelijkheid kapotgeslagen.
En ik wil besluiten, voorzitter, met de aandacht van de regering te vragen ervoor. Misschien kan de regering ons uitleggen van waar de bevoegdheid die men in handen of op de schouders van de president van de centrale bank stelt. Ja, omdat de president van de centrale bank volgens de wet de bevoegdheid heeft om de wisselkoers te noteren, maar niet om de wisselkoers vast te stellen. Maar ik hou me aanbevolen voor andere inzichten en laat dat een van de concrete vragen zijn die ik aan de regering stel. Voorzitter, ik dank u wel. Ja, dank u wel.